Ja, nou, dit wordt nieuwsuitzending nummer 24, 024. En we gaan het hierover hebben. Hier staat de samenvatting. Het is een PDF die ik gevonden heb op internet. En het gaat hierover. Het is het samenvatting van het rapport van de commissie Deetman. En dit schandalige stukje Nederlands, dat ga ik jullie lekker voorlezen. Want jullie zijn zelf vergeten dit te lezen. Ja. Dit is gewoon voor straf dat ik jullie dit ga voorlezen. Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. 1. Inleiding. In de eerste maanden van 2010 werden steeds meer meldingen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland publiekelijk bekend. Op veel vragen moesten de verantwoordelijke ambtsdragers in de Rooms-Katholieke Kerk het antwoord schuldig blijven. Wat wisten de verantwoordelijken van het misbruik? Hoe omvangrijk was het misbruik? Hoe was omgesprongen met klachten van slachtoffers en hun ouders? De roep om een antwoord op al deze vragen klonk steeds luider. Ik heb er gelijk al een paar opmerkingen over, maar ik lees nog eventjes door, ja? Pak de tweede alinea er ook bij. Op verzoek van de Bisschoppenconferentie en de Conferentie Nederlandse Religieuze, KNR, werd door Dr. Anders W.J., tussen haakjes Wim, Deetman, in mei 2010 een voorstel voor een onafhankelijk onderzoek opgesteld naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland in de periode 1945 tot 2010. Ja, de teneur van dit hele stuk wordt dus, en nu pak ik hem even terug, hè. De hoeveelheid leugens die hier staan. Hè? Dus in de eerste maanden van 2010 werden steeds meer meldingen van seksueel misbruik binnen publiek bekend. Publiekelijk bekend. In de eerste maanden steeds meer. In vergelijking met wat eigenlijk? Hey? We hebben. Ik kan nu niet op het internet gaan kijken omdat ik nog sta te uploaden, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar als je op Perry 7 gaat kijken, dan weet je dat Benedictus de 16e, die vent uit, die kwam er uit Polen of zo. Maar die wist er al van in de jaren 60. Ja, dat is netjes opgeschreven door de katholieke kerk, dat zonden, die worden vergeven. Ja, dus een priester, die ze Piemelino. Laten we niet in details treden, maar een priester die dat doet, dat is gewoon een zondig iemand. En meer niet, want zonden worden je vergeven. Maar als je een priester aanklaagt en je zegt, hij heeft lalala gedaan en ik heb nog steeds een beetje pijn in mijn daarvan, dat is een misdrijf. En dan word je overgedragen aan de politie. Heb je? Dus het was helemaal niet zo dat in de eerste maanden van 2010, lalala. Wat wel zo is, is dat het aantal meldingen, het aantal mensen wat in de openbaarheid komt en gehoord wordt. Want er zijn heel veel mensen geweest die hebben gezegd, maar die werden gewoon als gek weggedaan. Ja. Maar nu wordt het dan een beetje, ja. Nou, en hoe gaan ze er dan mee om? Op veel vragen moesten de verantwoordelijke ambtsdragers in de Rooms-Katholieke Kerk het antwoord schuldig blijven. Bull crap. Want als iemand meldt dat hij seksueel is misbruikt, dan weet hij een voornaam, een achternaam en hij weet waar die klojo woont. En wie er verantwoordelijk was voor die vent die het gedaan heeft, wat maakt mij dat uit? Dat is de tweede linie die we gaan opruimen natuurlijk. Maar eerst die pleger. Hè? Iemand heeft dat gedaan. Of dat kind dat zuigt het gewoon uit zijn neus.
Snap je? Of er was sprake van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk door priesters van kleine kinderen, of niet. En als het wel waar is, dan moeten die daders, die plegers, die moeten de bak in, die moeten ontheven worden van hun functie. Dat mag niet. Foei, foei, ba, ba. En ik wil geen schadevergoeding van de katholieke kuddekerk. Ik wil een schadevergoeding van die vent. Hij staat maar een been af aan een invalide of zo. Als ik het even vrolijk mag zeggen. Hoe omvangrijk was het misbruik? Dat staat hij dan ook, hè? Ja, heel precies, ja. Hoeveel priesters hebben we het eigenlijk over? 3? 13? Hoe was omgesprongen met klachten van slachtoffers en hun ouders? Ja, dat weten we toch inmiddels wel. Dat die priesters die het gedaan hebben, die lopen nog steeds gewoon fluitend in de rondte. En eten iedere vrijdag vis, want dan dienen ze de Heer. Stelletje heidenen. De roep om een antwoord op al deze vragen klonk steeds luider. Nee. Wij willen gewoon weten, hoe heten die priesters? Ja? En die slachtoffers, daar hoeven de namen niet van te weten, want dat is niet belangrijk. Maar die moeten zich allemaal, of mogen zich allemaal laten optekenen op de grote lijst. En die krijgen allemaal schadevergoeding. En die priester die gaat dat betalen. En dan zoek het maar uit hoe die dat gaat terugbetalen. Maar je blijft met je poten van kleine kinderen af. En wij horen dit niet te dulden. Het is een schande dat ik dit in jullie voor moet lezen. Dit had je zelf moeten lezen. Je had zelf boos moeten worden. Nou, op verzoek van de Bisschoppenconferentie en de Conferentie Nederlandse Religieuzen. Ja, dat maakt me geen deuk uit natuurlijk. We hebben het hier over een ernstig misdrijf. Dat heet seksueel misbruik van kleine kinderen. In principe mogen die klootzakken die dat gedaan hebben, die mag je onthoofden. En dan kan je verkopen aan een frikandellenfabriek. Wat denk je? Mijn vader heeft op laten schrijven, de wraken is mij. En dat is maar goed ook. Is gewauwel in de ruimte. Terwijl de mensen die zijn seksueel misbruikt. En die moeten dan maar hun hele leven onder gebukt gaan. En ze moeten het maar redden. En ze krijgen dit soort bagger. Van onze belastingstenten. Want wij betalen zo graag belastingen. Voor dit soort bagger. Kijk, we hebben het dus hier over... Minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland in de periode lalalala. Ja, ook. Maar ze weten dat er nog meer is gebeurd, man. Ik ken een jongen, die heb ik mee in een reggae-band gespeeld. En die heeft verbleven in Neerbos. Dat is een kinderopvang gebeuren bij Nijmegen. Daar is ook een steenfabriek in de buurt. En die kende ik. Maar ik wist niet dat er ook een kindergesticht zat. Of een kinderthuis. Hij was daar dus beland. En hij schaamde zich kapot. En toen vroeg ik aan hem. Van een jongen. Pat. Even zijn achternaam. Zo verkort. Ik hoef zijn naam niet te noemen. Maar dat doet er hem niet toe. Dus ik zei tegen hem: Pat. Zo noemde ik hem ook. Ik heb gehoord dat er in Neerbos af en toe een helikopter kwam. En die nam wat kinderen mee. En die kwamen daarna terug of niet? Klopt dat verhaal? En hij keek me alleen maar aan. Met een blik alsof hij stoned was of zo. Ik had kennelijk een gevoelige snaar geraakt.
Nou, dan gaan we dus nu weer een. Krijgen we dus weer een bullcrap. Dit voorstel werd door de bisschopconferentie en de KNR onverkort overgenomen. Ja. Dus hoe staat het nou? Wat voor schokkens is er gebeurd? Op verzoek van de bisschoppenconferentie en de KNR heeft Wim Deetman een voorstel voor een onafhankelijk onderzoek opgesteld. En dit voorstel werd door de bisschoppenconferentie en de KNR onverkort overgenomen. Maar wacht even hoor. Oké, dus de bisschoppenconferentie en de conferentie Nederlandse religieuze, die zeiden, Wim, ja, dit kan zo niet langer, schrijf een voorstel. En toen heeft Wim een voorstel geschreven en er werd onverkort overgenomen. Maar dat is nog niet goed, nee, dat wordt nog veel gekker, want Wim Deetman, die accepteerde het verzoek om het onderzoek te leiden. En hij vroeg 5 vooraanstaande wetenschappers en deskundigen met hem samen te werken. En het betreft mevrouw Dr. P.J. Nel, voornaam Draaier, meester P. Pieter Kalpfleisch, professor Dr. H.L.G.J. Harald Merkelbach, mevrouw professor Dr. M.E. Marit Montero en professor Dr. Ingenieur G.H. Gerard de Vries. Nou, die kalfvlees, dat rings a bell, of niet? Heeft dat niet iets te maken met die pootaffaire of zo? Een Micha Kat die erover zeurt? Maar zij gaan dus het aantal priesters tellen wat zich heeft vergrepen aan kleine kinderen, wat misbruik heeft gemaakt van de situatie, op wat voor manier dan ook. En nou ja, als iemand dan dat heeft gedaan, maar die was geen priester, ja, die is natuurlijk ook schuldig, hè? Op de onderzoekscommissie voerde een onderzoek uit dat aan alle wetenschappelijke maatstaven moest voldoen. Even kijken hoor. Dus hier staat niet dat de onderzoekscommissie een onderzoek uitvoerde dat aan alle wetenschappelijke maatstaven voldeed. Nee. Ze voerde een onderzoek uit dat aan alle wetenschappelijke maatstaven moest voldoen. Dus het maakt niet uit wat eruit komt. Je kan wel zeggen, dit is niet wetenschappelijk zoals je dit bij elkaar geharkt hebt. En dan kunnen ze zeggen, ja, daar ging het niet om. Het moest destijds aan die voorwaarden voldoen. Dat staat hier. Dit kan nooit gelogen zijn. Zij baseerden zich daarbij enerzijds op empirische gegevens uit de meldingen van seksueel misbruik die de onderzoekscommissie in de periode van maart tot december 2010 ontving. En anderzijds op historische gegevens uit kerkelijke archieven. Deze gegevens zijn geplaatst tegen tal van maatschappelijke, culturele, economische en politieke ontwikkelingen die zich in 65 jaar hebben voltrokken in Nederland en in de Rooms-Katholieke Kerk. Onderzoek vereist een goed besef van deze veranderingen om de bevindingen ten aanzien van het voorkomen en verklaren van het seksueel misbruik op een juiste wijze te kunnen duiden. Dit mag overigens niet de indruk wekken dat een beschrijving van de sociaal-culturele en historische context misstanden legitimeert. Ik word erg boos als ik dit voorlees. Dus ze hebben zich beperkt. Ze hebben gekeken. Oké, het is nou december 2010. Meldingen vanaf maart. Ja. Mogen we de meldingen vanaf maart alstublieft? Ja. Nou, dat zijn de meldingen vanaf maart. Dus dat weten we dan. Hè? Dus maart 2010 tot en met december 2010. Dat waren hoeveel meldingen eigenlijk? Hè? Hoeveel priesters? Ja, dat doet er allemaal niet toe. Want dan gaan we tegen historische gegevens uit kerkelijke archieven.
tussen haakjes. Wat zijn dat voor archieven dan? Gemeentearchief van Borselo. Deze gegevens zijn geplaatst tegen tal van maatschappelijke, culturele, economische en politieke ontwikkelingen die zich in 65 jaar hebben voltrokken in Nederland en in de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, how the fuck? Kijk, in de Nederlandse wet staat, je mag geen seks hebben met kleine kinderen. Hè? De volgende keer dat ik 140 rij, hè, op de A10, dan ga ik ook zeggen, ja, plaats je gegevens maar even tegen de ontwikkelingen van de maatschappelijke, culturele, economische, ja, lalala, in 65 jaar in Nederland, hoor. Je kan me niet zomaar veroordelen, ben jij gek? Dat moet je zien in ontwikkeling. Dit is rechteloosheid, mensen. Als wij dit accepteren en de auteur van dit schuk niet gewoon aan de schandpaal nagelen, dan zijn wij verdomd. En niemand zal er een traan om laten. En ik wil niet overkomen als een of andere onheilsprofeet. Kijk, onderzoek, ik ga even door. Ik pak hem hierop. Ik ga even aanklikken. Onderzoek vereist een goed besef van deze veranderingen om de bevindingen ten aanzien van het voorkomen en verklaren van het seksueel misbruik op een juiste wijze te kunnen duiden. Nee. Helemaal niet. Kijk, als ik gefotografeerd ben met 135 km per uur op de A10, dan ben ik gefotografeerd. En dan ben ik de lul. Of ik nou haast had of niet. Nou, het venijn zit hem natuurlijk in de staart. Dit mag overigens niet. Dit mag overigens niet de indruk wekken dat een beschrijving van de sociaal-culturele en historische context misstanden legitimeert. Nee. Tuurlijk niet. Hey. Ze keuren het wel af. Alleen die dader hoeft niet gepakt te worden. Wel nee, je geeft die jongetjes met die opgeruimde anus, die geef je gewoon €5.000. Ja? En dan zeiken ze niet meer. En die €5.000, die haal je gewoon op bij de eerstvolgende collecte. Ja. Ze hebben trouwens alle poen in handen, dus wat maakt hun het uit? Voorrang is gegeven aan een onderzoek naar en advies over de hulpverlening en het functioneren van hulp en recht. De toenmalige benaming van de kerkelijke instelling die zich bezighield met seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Dit advies van de onderzoekscommissie heeft onder meer geleid tot de reorganisatie van hulp en recht tot de onafhankelijke stichting Beheer en Toezicht in Zaken. Goed blijven doen. Seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, met als onderdeel hiervan het meldpunt seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Dus wat hebben we nou gezien? We zitten een beetje balletje te spelen. Met allemaal stichtingen. We hebben dus het meldpunt seksueel misbruik. En dan heb je de stichting Beheer en Toezicht. En voorheen was dat Hulp en Recht, maar die is gereorganiseerd. Kortom, ze doen er alles aan. Alleen de namen van de priesters die het gedaan hebben, die hun leuter gedouwd hebben in een of andere kleuter. Ja, die namen, ja, laten we het daar niet over hebben. Hey. Straks moeten die mensen nog de gevangenis in, conform het Nederlandstalig recht. Oh, Nederlands recht. Sorry dat ik Nederlandstalig zei. Maar conform de Gouden Wet. Dat mag helemaal niet. Je mag geen kinderen misbruiken. Ook al valt het in een bepaalde historische context. En ook al zeggen ze dan, ja, de historische context, we legitimeren het niet hoor. Nee. Maar je begint er wel over. En die historische context, die komt echt niet aan de orde hoor. Gaan jullie wel meemaken met mij. Kan je gewoon echt. Ik weet niet of je Lord of the Rings hebt gezien. Weet je, maar op een gegeven moment gaat dus
Gandalf, die gaat eventjes. Ja, even een robbertje, hè, met de balrog. Ja? En dan zijn ze Gandalf kwijt. Ja? Dat was niet zo grappig wat Gandalf toen allemaal te doen kreeg. Dat deed hij niet voor zijn lol. En jullie ook niet. Want dit is echt de goriness ten top. Wim Deetman, zijn naam staat niet in het boek der levenden. Dat durf ik te beweren. Want anders haal je mijn naam er ook maar uit. Ik wil niet in een wereld leven waarin mensen als Wim Deetman dit soort bagger mogen publiceren van de BTW-opbrengst. Of wat hij toegeschoven krijgt. Dat Beatrix denkt, nou, ik geef die jongen een tonnetje. Hij doet zo zijn best. Gadverdamme. Definitie van seksueel misbruik. Het onderzoek naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in de periode 1945 tot 2010 richt zich op de omvang en de aard van dit seksueel misbruik, als mede op de verantwoordelijkheden waaronder dit misbruik kon plaats. Verantwoordelijkheden? Ja? Waaronder dit misbruik kon plaatsvinden. Oh. In dit onderzoek is de volgende strikte, ik weet niet waarom dat tussen streepjes staat, definitie van seksueel misbruik gebruikt. Dubbele punt. Nou, dan komt dus de, wat is dan seksueel misbruik? Nou, dan gaan we dus nu kijken wat dat is. Onder seksueel misbruik wordt verstaan seksuele contacten van vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, geestelijke, religieuze, pastoraal medewerkers met een kerkelijk dienstverband, leken en vrijwilligers werkzaam voor de kerk met een kind of jongere onder de 18 jaar, toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van genoemde vertegenwoordigers, zonder dat deze als gevolg van lichamelijk of relationeel overwicht, emotionele druk, drang of geweld het gevoel heeft gehad de seksuele contacten te kunnen weigeren. Oké. Ik lees maar eventjes door, voordat ik zo dadelijk explodeer. Onder relationeel overwicht wordt een ongelijke machtsverhouding volwassenen, minderjarige, leerkracht, leerling, leiding, jeugdlid en dergelijke verstaan. Onder seksuele contacten wordt verstaan alle daadwerkelijke seksuele aanrakingen van het aanraken of doen aanraken van borsten en genitaliën, kussen met seksuele bedoelingen tot en met geslachtsgemeenschap, vaginaal, oraal of rectaal, of het binnendringen van vagina of rectum met voorwerpen of vingers. Mooi zo. Dus dat hebben we dan even goed op een rijtje gezet. Dus er zijn dus mannen. Ze beginnen. Ik pak hem even van vooraf aan, hè. Onder seksueel misbruik wordt verstaan, dubbele punt. Seksuele contacten van vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie. Blablabla. Nee. In de Nederlandse wet mag je je mag seks hebben tegen vergoeding. Dat mag. Vanaf dat iemand 18 jaar is. Dan is er niks aan de hand. Dus als iemand 18 is en die zegt, deeltje maken in een steegje of zo, maakt niet uit waar je het doet. Maar dat mag. Dat is gewoon toegestaan. Prostitutie is legaal in Nederland. Vanaf het 18e jaar. Daaronder niet. Wat ook niet mag, is dat als je in een machtspositie zit en je zegt, dat is Robert van der Luitgaarde overkomen. Als jij nou even lief doet tegen mij, dan mag jij volgende week mee met de Henri Dunant-boot. Dan heb je dus ook een vergoeding voor de seks. Dat mag ook niet. Niet onder het 18e jaar. Ja. Consensuele seks. Hè, dus dat de partner, dat je gewoon, dat kan gewoon. Hè. Je bent 83 en een meisje van 16 is helemaal verliefd op jou. En die zegt, opa,
Ik wil je graag pijpen. Maar dat mag. Maar je mag er niet voor betalen als opa. Hè? Als jij zoiets hebt van, ja, meneer de rechter. Ja, ze kwam binnen en ja, ze had... Ja, ze begon gelijk over seks en voordat ik het wist had ze mijn onderbroek uit en dan ging ze aan mijn leugens lopen likken. Er is niks aan de hand. Dat mag. Vanaf 16. En dat is het. En dat je dan onderscheid maakt tussen vaginaal, oraal of rectaal, ja, dat slaat nergens op. Want dat hoef ik helemaal niet te weten. Want je kan een vrouw ook in de oren neuken, toch? Van man. Of je doet. Dat hoort allemaal niet. Hè? Een relationeel overwicht wordt verstaan. Ongelijke machtsverhouding. Ja, doet er helemaal niet toe. Het gaat over dat leeftijdsverschil. Hè? Zoals je een prostituee wil. Vanaf 18 en ouder. En ja, weet je een kind zo gek te krijgen. Dat hij met jou in de bed wil. Ja, dat mag vanaf het 16e. Klaar. Dat is een Nederlandse wet. En de Vaticaan houdt zich daar helemaal niet aan. De Vaticaan heeft wel zijn eigen wet. Hè? Wat slachtoffers onder seksueel misbruik verstaan, is uiteenlopend van aard. Van gluren, lichte vormen van contact, tot betastingen onder de kleding en penetratie. Waar sprake is van seksueel misbruik, gaat het in tal van gevallen gepaard met fysiek geweld of psychische druk, waaronder dreigementen en chantage. Het gaat dan om het breken van de wil van het slachtoffer en past zo in een patroon dat aan seksueel misbruik voorafgaat. Maar soms bestaat de dwang alleen maar uit de suggestie of de aanname van zo'n verband. Oh ja, oké. Dus dat laatste stukje kan ik gelijk over beginnen met, maar soms bestaat de dwang alleen maar uit de suggestie of de aanname van zo'n verband. Okay. Het is natuurlijk een zin van niks. Welke dwang? Ja? Waar refereert de dwang aan? Wat slachtoffers onder seksueel misbruik verstaan, is uiteenlopend van aard, van gluren, lichte vormen van contact. Wat is dat dan eigenlijk? Wat zijn lichte vormen van contact? Tot betastingen onder de kleding. Dat zou zo'n lul van een priester eens met mij moeten doen. Ik heb die ramp voor zijn bek. En penetratie. He? Dus de slachtoffers zijn het dan eens met de commissie Deetman. Dat penetratie, dat vinden ze seksueel misbruik hoor. Daar houden ze niet van. He? En dan van tevoren lopen gluren. En ik ga alvast even kijken of je er lekker uitziet. En dan ga ik je morgenavond penetreren. Ja, dan hebben die kinderen al 2 dagen lang hebben ze diarree. Maar dan liep weer te gluren. En dan gaan we zo dadelijk penetreren. En de commissie Deetman, die heeft zoiets van, ja, het is allemaal uiteenlopend van aard hoor. Het is een beetje gluren, lichte vormen van contact. Ja, een beetje betasten onder de kleding. En, ja, en penetratie, ja, penetratie, ja. Hey. Waar sprake is van seksueel misbruik, gaat dit in tal van gevallen gepaard met fysiek geweld of psychische druk, waaronder dreigementen en chantage. Het gaat dan om het breken van de wil van het slachtoffer en pas zo in een patroon dat aan seksueel misbruik voorafgaat. Maar soms bestaat de dwang. En die dwang is dus, het gaat, soms bestaat het idee dat van het slachtoffer de wil gebroken wordt met dreigementen en chantage en psychische druk. Alleen maar uit de suggestie. Of de aanname. Hé? Die jongetjes, die gingen ervan uit dat het moest. Maar dat was helemaal niet zo. Man. Die priester had gewoon een kriebel in zijn broek. En die vroeg dat heel vriendelijk aan het jongetje. En het jongetje dacht, oh, meneer de priester het zegt, laat ik het maar doen. Want straks, dan word ik uit het tehuis gezet.
Dat was helemaal niet waar. Dat jongetje had gewoon kunnen zeggen, nee priester, ik ga je niet in je onderbroekje helpen. Dan had je gewoon naar de jongenszaal gegaan en dan gingen ze nog even voetballen met z'n allen. Het was één groot feest daar in die kinderhuizen. En die commissie Deetman, die weet gewoon precies hoe het zit. Allemaal suggestie. Aannames. Aannames van verbanden. Helemaal niet zo. Afbakening. De periode waarop het onderzoek betrekking heeft, strekt zich uit van 1945 tot mei 2010. Wacht even. Hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet. Want? Wat hebben we hiervoor gelezen? Goed met mij meelezen. Even uitzoomen, want ik moet naar de vorige pagina toe. Hop. Hier moeten we ergens van kijken. Dat ik heb het net. Kijk. Ja, zie je dit? Die de onderzoekscommissie in de periode maart tot december 2010 ontving. Dus in december 2010 hebben ze nog meldingen gehad van kindermisbruik. En hier staat dat ze de periode pakken tot mei 2010. Dit noemen wij liegen. En dit moet je zelf niet flikken. Als jij een document in moet vullen van de overheid en je doet dit soort slordige vermeldingen, dan hang je. En onze overheid, die schrijft het gewoon op. Die maalt er helemaal niet om. Die lult nergens over. Die zegt, want niemand leest die documenten. En iedereen denkt, ach, het zal wel goed zijn. Bij de slachtoffers gaat het om minderjarigen. Die vielen onder de verantwoordelijkheid van personen werkzaam binnen de Nederlandse... Nee, het gaat om het plegen. Hè. De plegers zijn mensen die werkzaam waren en waarschijnlijk nog steeds zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En als ze nou per se Nederlands zijn, dat doet er helemaal geen donder toe. Er is gewoon maar één Rooms-Katholieke Kerk en die heet de Rooms-Katholieke Kerk. En die Benedictus, de 16 of zo, die wist wel degelijk dat er een wereldwijd probleem was. Het gaat helemaal niet om Nederland dit. De verwijzing naar de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland betekent dat de onderzoekscommissie haar onderzoeksterrein geografisch heeft begrensd tot Nederland. Voor zover dit voor het onderzoek relevant was, is informatie ingewonnen en zijn meldingen bezien uit het buitenland, Aruba en Curaçao. Bullcrap dit. En we hebben in Nederland allemaal mensen die beweren dat ze de bepaalde personen, te weten priesters of pastoors of weet ik veel wat, ze zijn gepakt. En al die mensen hebben een voornaam en die hebben een achternaam en iemand heeft ze aangesteld. En het hele boeltje, dat moet gewoon naar Engelsman Plaat. En nee, ze krijgen geen rubberboot mee. Ze mogen ook kiezen voor vrijwillige onthoofding. Maar ze moeten weg. En ik weet niet wie die klootzakken gaat opruimen. Maar als je gaat lopen wachten dat Wim Deetman het gaat doen. Dan kan je lekker lang wachten, jongen. En denk niet dat Mark Rutte er iets aan gaat doen. Of Jan-Peter Balk ellende. Of die Hans Timmer Frans. Of Ivo Opstelten. Of Joris Demmink. Of all people. Die doen er geen drol aan. En wij zitten een beetje voetbal te kijken en Ajax te roepen, tenzij Feyenoord gewonnen heeft. Want dan zijn we een ene voor Feyenoord.
Want die hebben toch wel mooi gespeeld. Ja, toch even weg. En dit gebeurt gewoon onder onze neus. Ik pak nog, even kijken hoor, hoe ver zitten we. Dit is dan pagina 4, ja? Dan doe ik gewoon tot en met pagina 4 en dan stop ik ermee. En er zijn totaal 26 pagina's of zo, dat is echt verschrikkelijk. Onschuld presumptie. Het onderscheid tussen plegers en daders. Het is heel merkwaardig wat hier gebeurt. Want ik vraag me af of er eigenlijk wel een onderscheid is tussen een pleger en een dader. Op zijn Nederlands zou ik het niet zo snel weten uit te leggen. Want iemand die iets gepleegd heeft, die heeft het er ook gedaan. Wat ze hier gaan doen, dat ze, waar het allemaal om gaat, hun escape route is dat die misdienaartjes, ja, dat waren gewoon geile jongetjes. Ja? Geile jongetjes zonder papa. En, ja, en die jongetjes willen toch een beetje contact. Hè? Dus dan zei ze iemand van, hey, geil jongetje, kom even bij mij op schootje zitje. En ja, dat geile jongetje deed dat gewoon. Ja, en toen ging dat geile jongetje bij die priester op schoot zitten. En toen kreeg die priester een heel klein stijf jongetje in zijn broek. Jonge heer, moet je dan zeggen. Een kleine stijve jonge heer in zijn broek. Ja, van het een kwam het ander. En dan moet zo'n geil jongetje die uit vrije wil bij die priester op schoot ging zitten. Die moet natuurlijk achteraf niet gaan lopen zeuren van ik wil alsnog mijn poen. Want dat mag niet. Je mag geen prostitutie onder de 18. Het was gewoon vrijwillig, want het was legaal wat er gebeurde. En die priester heeft er wel gepleegd, maar hij heeft geen misdrijf gepleegd. Hij was gewoon een pleger, maar niet een dader, ben jij gek. Ik ga even voorlezen. In de omstandigheid dat telkens over plegers wordt gesproken, kan niet gelezen worden dat de onderzoekscommissie deze personen, zo deze al te individualiseren zijn, ook daadwerkelijk schuldig acht aan enig strafbaar feit in de strikt juridische zin van het woord. De onderzoekscommissie hanteert hier dus uitdrukkelijk de onschuldpresumptie en maakt onderscheid tussen een dader, wiens schuld aan het strafbare feit is aangetoond, in de juridische zin van het woord, versus een pleger, wiens schuld niet als zodanig is aangetoond. Dit slaat aan bij de gangbare definities in andere onderzoeken en publicaties, zoals onder meer van Movisi, het Landelijk Kennisinstituut en Adviesbureau voor Maatschappelijke Ontwikkeling en het Trimbos Instituut dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid. De aannemelijkheid van een bepaald voorval baseert de onderzoekscommissie op een consistente melding van een binnen de focus van het onderzoek vallend voorval bezien in combinatie of context met andere onderzoeksbevindingen. Om deze reden heeft de onderzoekscommissie de namen van beschuldigden overeenkomstig de in Nederland gebruikelijke handelwijze geanonimiseerd. Alleen waar beschuldigden een zodanige functie hebben bekleed dat ze hun organisatie naar buiten vertegenwoordigden en hun identiteit dus bekend is, zijn hun functie en naam genoemd. Oh. De onderzoekscommissie heeft geen juridisch onderzoek gedaan en doet dus ook geen uitspraken over wat zich op grond van sluitende bewijzen wel of niet heeft voorgedaan en wat op grond daarvan waar is of niet. Slechts in algemene zin kan zij uitspraken doen. Nou, de term weggegooid geld, dat is het eerste wat me hier dus te binnen schiet. Ze zitten gewoon de boel vrij te maken. En ze zeggen gewoon dat dus, ze hebben dus eerst over daders en plegers en dan heb je dus de beschuldigden. Die hebben ze dus. Ze weten welke priesters beschuldigd zijn. Maar die worden niet bekendgemaakt. Dat doen we even niet aan. Kom op. Nee, dat doen we niet hoor. Nee. Allemaal niet nodig. Nee. Laat me zitten. Laat de beschuldigden maar gewoon anoniem blijven.
En de commissie Deetman die gaat gewoon in algemene zin een beetje wauwelen. Het hele lange zinnen van, ja. Dus wat ze ook zeggen van, ja, alleen waar beschuldigden een zodanige functie hebben bekleed dat ze hun organisatie, ja, dus alleen bekende. Dat ik echt, nou goed, die zijn dus genoemd. Ja, die namen weet ik dan niet, maar dat was de bisschop van Roermond of zo. Die ene viesbuik die altijd op tv komt. Ik weet het niet. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die veroordeeld is voor seksueel kindermisbruik. In functie van de katholieke kerk of zo. De enige die ze pakken, dat is af en toe zo'n zwembadleraar. Die dan een meisje zit te gluren en allemaal vieze dingen doet. Dat vind ik natuurlijk ook smerig. Maar dat zijn de enige die ze pakken. Maar als je een beetje een functie bekleedt, kom je ermee af dat er, ja, zoals met Joris Demmink, weet je wel, ja, Joris Demmink heeft het waarschijnlijk gedaan met jonge homo's, waarvan hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Ja, dat heeft hij namelijk zelf gezegd. En daar laten ze het dan bij. En de wet hebben deze mensen helemaal lak aan. De wet, daar vegen ze hun reet mee af. Hij interesseert ze geen donder. Ze willen poen op een bankrekening en een kleuter op een leuter om heen en weer te halen, dat hij gaat schreeuwen. Tegenover gesprekken. Tegenover degenen die bij de onderzoekscommissie seksueel misbruik hebben gemeld, heeft zij zich open en respectvol proberen op te stellen. Ja. Dat is die periode van maart tot en met december. Ze heeft met veel slachtoffers gesproken. Oh ja joh. Hoeveel? 7? 11? De onderzoekscommissie heeft daarbij haar eigen keuzes gemaakt met wie zij ten behoeve van het onderzoek wilde bespreken. Wanneer de onderzoekscommissie met alle melders had gesproken, dan zou de eindrapportage pas over enkele jaren zijn verschenen. Dat achter de onderzoekscommissie om tal van redenen onverantwoord en niet in het belang van de slachtoffers van seksueel misbruik. Evenmin was het nodig voor de beantwoording van onderzoeksvragen. Wat? Dus er waren mensen en die kwamen en zeiden, ja, ik ben misbruikt. En dan zei de commissie, ja joh, we kunnen met jou ook wel gaan praten. Maar dan kost het nog zoveel jaar voordat het rapport komt. Hè? Je snapt ook wat dat je vanwege, ja, ook voor jezelf, hè. Nou even bek dicht, we hebben geen tijd, want we gaan publiceren. We gaan bagger maken. Want anders kan Perry Franciscus Martinez Winkel uit Arnhem, die kan zich niet boos maken. Jeez. Ze hebben dus gewoon, in die periode maart tot en met december, hebben ze ontzettend veel mensen gehad. En ze hebben gewoon het merendeel gewoon weggestuurd. Rot maar op. Met je stomme melding. Van je seksueel kindermisbruik. Flikker op. We hoeven je hier niet. En enkele. Dacht ze nou. Kom maar even praten. Ja. Oh ja. En wie was het dan? Oh. Nou. Niet over verder praten, hè. Shh. Kijk, het is aan ons. Dat wij beseffen. Dat wij bij mensen zoals Wim Deetman en hen die met hem meewerken aan het beschermen van mensen die kleine kinderen neuken, met die hele groep mogen wij doen wat we willen. Ja, we mogen ze ook gewoon in functie laten en dan kijken of we volgende maand nog steeds zoveel uitkering hebben. Misschien krijgen we straks wel meer uitkering, man. Je weet het niet. Je moet het altijd positief blijven zien, hè. Dat kunnen we gewoon doen. Dan laten we Wim Deetman gewoon lekker Wim Deetman zijn. En Ivo Opstelten mag ook lekker de Ivo Opstelten uithangen. En zeggen van, nou, waar geen rook is, is ook geen vuur, hoor. En de vraag is dan natuurlijk, hoe lang kunnen wij dit volhouden? Hoeveel jaren geef je ons?